We hopen dat met de aanname van deze wet, en daarom gaan we voorstemmen, dat daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met het bestrijden, daadwerkelijk hard bestrijden van corruptie. Niet zozeer preventie, maar al die gevallen die er zijn, dat we daadwerkelijk gaan opsporen en verantwoording afleggen aan het volk. En waar zaken mis zijn gegaan, dat we daadwerkelijk ook die gelden terugbrengen in de boezem van de staat. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat het op zijn plaats is dat wij nu inderdaad ervoor gaan met z'n allen. En er alles aan doen om te werken aan een corruptievrije samenleving. En dat is mogelijk. Landen als Hongkong, landen als Barbados, landen als Singapore, die zijn ons voorgegaan en hebben laten zien dat het mogelijk is. Dus vandaar, en ik weet dat de samenleving smacht naar deze wet, gewoon om een handvat te hebben om daadwerkelijk te werken aan transparantie en verbetering van de kwaliteit van bestuur en democratie in ons land. Ik ben blij, voorzitter. En daarom zeg ik weer, regering, ambtenaren, wij komen. We hebben ons deel gedaan, maar deze wet zal alleen werken wanneer de melder de durf heeft om te melden. In de wet is opgenomen om de zogenaamde klokkenluider te beschermen. Voorzitter, we gaan er tegenaan en we gaan ervoor, ja, als maar parlement. Maar u stemt dus voor. Dank u. Ja. En we stemmen voor. Wij zullen ook voor deze wet stemmen. En waarom? Omdat het heel erg belangrijk is dat wij nu op het punt staan om daadwerkelijk te werken aan corruptiebestrijding. Maar het vraagt van ons allen dat stukje verandering van ons gedrag. Omdat corruptie begint bij het feit dat jij denkt dat je anderen kunt benadelen en dat je jezelf kunt bevoordelen. Belangrijk is dat wij als Surinamers ervoor zorgen dat corruptie niet mag voorkomen en dat we die wet niet eens hoeven te gebruiken. En dat we richting een betere samenleving gaan. En daarom wil ik alle parlementariërs feliciteren met deze wet. En dat we richting een beter Suriname ervoor zorgen dat de politieke leiders altijd een goed voorbeeld blijven geven. Want het hangt ook van hun gedrag af, zodat dus anderen niet stemt. Spelen. Wij stemmen voor. Dank u wel. Dank u. We roepen in ieder geval op, zoals wij eerder hebben gedaan, aan attitudeverandering te werken. Want we mogen wetten hebben, maar we willen niet komen op het moment van straf uitdelen. Ja? We willen voorkomen dat er corruptie. En dat moet je inbord zijn van, ik wil op een eerlijke manier verdienen om mezelf naar een hoger niveau te tillen. Maar niet via corruptieve handeling. En daarom roepen we ieder op, zoals de fractie van de ABOP voornemens is, om voor deze wet te stemmen. Grootste fractie in het Caribisch gebied relatief bekeken. Voorzitter, stemt voor deze wet. En laat me zeggen, voorzitter, dat de mensen die tot nu toe dachten dat ze alleen door middel van een wet vermoedens van corruptie kunnen melden, wel, we geven ze die wet. Om inderdaad die vermoedens die ze hebben en die al die tijd zijn uitgesproken, ja, corruptie hier, corruptie daar, kennelijk dachten ze zonder wet kan ik niet melden, wel, we geven ze een wet en we beschermen die melder zodat inderdaad er gemeld kan worden en we hopen dat al op de dag na de afkondiging, voorzitter, die meldingen komen, voorzitter. We stemmen voor die wet, voorzitter, omdat we een heel sterk signaal geven, voorzitter. Zero tolerance, no nonsense, wanneer het gaat om corruptie en wanneer het gaat om de middelen van de staat die wij hebben. Want wij horen dienend bezig te zijn, voorzitter. We stemmen voor de fractie, de grote fractie van de NDP. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Veertig voor. Wie is tegen? Geen tegen. Het ontwerp is aangenomen met algemene 40 stemmen. Bij wijze van uitzondering, leden. Uiteindelijk voor Suriname een anticorruptiewet gerealiseerd, waarvan ik mijn persoonlijke blijdschap moet uiten
dat er behoorlijk aandacht voor preventie is geweest. Ik heb hier in dit parlement in behoorlijk veel jaren gepleit voor inderdaad preventie, omdat ik geloof, en het is gezegd door leden, dat we eigenlijk veel gevallen van corruptie, we hebben al wetten om ze aan te pakken. En dat is aangescherpt in deze wet, het aanpakken, het teruggeven van onrechtmatig verkregen gelden. Maar voor mij is heel belangrijk wat we echt nog niet hadden. Dat was een instituut, een commissie en wat regelgeving om inderdaad zo vroeg mogelijk in te grijpen en te signaleren zodat je corruptie kan voorkomen. En de commissie heeft de taak om periodiek bezig te zijn zodat je steeds beter in de komende jaren de zwaktes in het systeem kan verminderen en daarmee de corruptie. Ik ben echt persoonlijk heel blij. Ik feliciteer het parlement. Ik bedank alle leden. Iedereen heeft hard gewerkt. Ik feliciteer de regering en Suriname en ik bedank al onze deskundigen, alle mensen die met ons zijn geweest in dit proces.